jullie vandaag laten zien hoe je een paprika moet roosteren. Paprika's rooster je eigenlijk doorgaans in de oven, maar dat vind ik iets te lang duren. En dus heb ik een snellere manier. En dat is op het gasfornuis. Ik heb hier een groene paprika die ik vandaag ga roosteren. Je kunt natuurlijk elke kleur gebruiken die je zelf wil. En ik heb hier mijn gasfornuis. Ik heb hier het vuur laag. En ik leg de paprika gewoon zo recht boven het gaspit. Draai het vuur helemaal hoog. Even de afzuigkap aan. En ik zorg ervoor dat de vlammen de paprika raken. Dus je hebt echt wel hoog vuur nodig. Het kan zijn dat de paprika gaat klappen, knetters gaat geven. Maar dat is oké, want het is ook echt de bedoeling dat de paprika of het vel van de paprika pikzwart wordt. En hiervoor kan het zo zijn dat je de paprika af en toe moet draaien. Het roosteren van de paprika kost je ongeveer 2 tot 3 minuten per kant. En zoals je ziet begint het flink te roken. Zet de afzuigkap dus wel aan, want het stinkt ook best wel. En tussentijds draai ik de paprika dus. Kijk, je kunt het hier al een beetje zien. Ik moet even een beetje raar draaien. Maar dat is dus de kleur die je ook echt wil krijgen. En dan helemaal rondom. Dus ik laat hem nog even liggen. Zo. Blijf er wel bij staan. Loop niet weg, want je wilt niet dat die paprika in de hens vliegt en straks je hele keuken erachteraan volgt. Zo, de paprika heeft ongeveer een minuut of 10 op het gasfornuis gelegen en je ziet dat die mooi zwart geblakerd is. Ik heb hier nu een plastic zak en daar doe ik de paprika in. Wel met een tang natuurlijk, want hij is echt warm. En dan knip ik de zak goed dicht, zodat er geen lucht meer bij kan. En op deze manier gaat de paprika stomen en dan zal die lekker zacht worden. Zo. En zo laat ik hem voor ongeveer 10 tot 15 minuten staan. Nou, de paprika heeft zo ongeveer een kwartier in de zak gezeten. En nu gaan we hem schoonmaken. Ik heb hier een bakje met koud water staan. Ik heb hier wat dingen alles. Zo. En je ziet ook dat hij is heel erg lekker zacht. En nu gaan we hem dus schoonmaken. Hetgeen wat je absoluut, absoluut, absoluut nooit moet doen, is de paprika onder water houden. Want dan was je alle smaak die je zojuist hebt gemaakt ermee af. En dan had je net zo goed de afgelopen 20 minuten niks kunnen doen. Dus we gaan de paprika pellen met onze vingers. En daarbij halen we alleen het zwarte laagje weg. Nou, mocht je dus nu, zoals ik, zwart spul aan je vingers hebben kleven, dan doe je even je handen in het water. En dan zijn ze weer schoon. En op deze manier pel je dus eigenlijk die hele paprika tot al het zwarte weg is. En je zult zo meteen ook zien, het buitenste van het velletje is super zacht geworden nou. Heel erg lekker. Zo. Dit is even een rotklusje en dit kost je bijna nog meer tijd dan het roosteren van de paprika zelf. Maar goed, neem van mij aan dat het zeker de moeite waard is. Nou, de paprika is zo goed als schoon. Hij heeft nog wel een beetje zwarte plekjes, maar dat is op zich niet zo erg. En nu gaan we hem openmaken om de zaadjes te verwijderen. Omdat je de paprika zojuist hebt laten stomen, is die lekker zacht. Dan kun je hem dus gewoon zo zelf opentrekken. Ideaal. Zo. Nou, deze halen we weg. Spatter, spatter. Zaadjes eruit halen. Zo. En dan gaan we hem zo snijden. Kijk, ik hoop dat je het kunt zien, maar hij is echt heel zacht. Stukken zachter dan een rauwe en je hoort hem ook niet knarsen of piepen als ik eraan zit. Nou, dit doen we even weg en dan gaan we de paprika in repen snijden. Zo, de paprika is schoon, dus nu snijden we hem in repen. Ik vind het altijd lekker als het nog een beetje grof is. Dus we snijden hem gewoon in grove banen. En ik vind het zelf lekker om nu nog te marineren. Dat ga ik je nu niet laten zien. Maar wat je heel simpel kan doen, nog een paar pietjes, is gewoon de marinade maken van extra vergine olijfolie, een beetje knoflook en wat kruiden. Daar leg je dan de geroosterde paprika in, even laten marineren. En dan kun je hem zo eten als salade. Maar je kunt hem bijvoorbeeld ook eten op brood met iets. En ja. Dat was het eigenlijk. Dus zo zie je eigenlijk dat het roosteren van paprika's helemaal niet zo heel erg lastig hoeft te zijn. En het hoeft ook niet heel erg veel tijd te kosten. Het is gewoon even een klusje dat je moet doen. En dat zwarte eraf pellen, ja, dat is natuurlijk niet het lekkerste of het leukste klusje wat je kunt verzinnen. Maar het resultaat is echt lekker. Maak bijvoorbeeld groene, rode en gele, zet ze op de olie en doe ze dan in de kast. Echt heerlijk.
Dus ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je ze stellen bij de comments, zowel op YouTube als op Oma & Foodness. En voor nu bedank je voor het kijken. Doeg!